Absoluut is er een heerlijke overwinning voor Nunspeet hier vanmiddag tegen Olympia Gouda. 3-1. Het begon moeilijk voor Nunspeet, 0-1 achterstand. Maar uiteindelijk is de wedstrijd dan toch in het voordeel van Nunspeet geëindigd met een 3-1 overwinning. Nou, de winnende coach staat naast mij, Lucas Hoekman. Hele belangrijke overwinning, Lucas. Ja. We kunnen ook kort over gaan. We hoeven niet te lang over uit te wijden. Wij moesten deze wedstrijd linksom of rechtsom winnen. Maar het gepuzzel begint eigenlijk al aan het begin van de wedstrijd. Hè? Dus gisteravond werd je nog gebeld door spelers die niet konden spelen. Blessures. Moet je gaan puzzelen. Nou, dat begon gisteravond niet. Dat is het hele seizoen dus dat het geval. Maar gisteravond was wel het in het extreem aan. Dat twee basisspelers, de een een ongelukje op het werk en de ander ziek wordt. Dan heb je inderdaad wat te puzzelen. En dan het toppunt was eigenlijk wel het niet kunnen beginnen van Bram in de warming-up dat hij uitviel. Maar de vervangers hebben het prima gedaan. En met name de jonge jongens, top. Ja, daar ben je heel tevreden over. Ja, ja, ja zeker. Kijk, Max Jansen werd man van de wedstrijd met twee prachtige goals. Maar er waren meer jongens die daarvoor in aanmerking kwamen vandaag. Ja, ik heb maar één. Schrijf de hele wedstrijd dus. Sorry. We schrijven de hele wedstrijd verder is. We begonnen redelijk. We krijgen een dubbele kans. Die verzillen we hem niet. En aan de andere kant binnen de minuut ligt hij er bij ons in. En dat was een heel slecht moment. Slechte restverdediging. Daarna mochten we de bal hebben van de tegenstander. Werden we niet echt gevaarlijk. Maar we hielden in ieder geval geduld, rust. We maakten een goede goal via Dominique. Die in de rebound die bal prima inschoot. En we hadden wel een goed gevoel in de rust. Maar dat we dus nog meer geduld moesten hebben. Zuinig op de bal zijn. We stonden iets te diep. We hadden eigenlijk twee linies. Vier man achterop en de rest stond te diep. En dat hebben we na de rust veel beter gedaan. Want daar lag ook de ruimte. Want het balbezit, dat was er wel voor Nunspeet. Hè? Het spel voltrok zich ook met name op de helft van de tegenstander. Ja, goed, dat lieten ze toe. Ze speelden puur op de counter. En dat wisten we ook, daar waren we ook van uitgegaan. Ja, want ja, die counter, dat zagen we ook direct in het begin natuurlijk. Hè? Je zegt het al, van eigenlijk moet Nunspeet het doelpunt maken, waaruit de tegenaanval valt dan die tegentreffer. Al direct in het begin van de wedstrijd. Ja, dat zeiden we net al. Wij moeten zelf die goal maken. Het was een dubbele kans eigenlijk voor Emiel, dacht ik. En jongens stonden iets te hoog. Bal valt erachter. En wordt binnengelopen. En dan die bevrijdende 2-1 van Max Jansen. Van een goal, hè? Dat was een hele mooie goal. En ik vond eigenlijk die tweede nog mooier. Want dat was een heel bekeken balletje. Ja, heerlijk, hè? Wat bevrijdend. Het was een bevrijdend zoals er werd gereageerd na de 2-1 voorsprong. Na de eerste goal van Jansen. Ja, we hebben 4 nederlagen op rij geleden, dus logisch dat we hunkeren naar een overwinning. En vorige week was natuurlijk een dramawedstrijd tegen NEC. De week daarvoor hebben we prima gevoetbald en hadden we wel meer verdiend dan de 0-1 waarmee Bol de punten meenam. Dus dit was ook noodzakelijk. We moesten winnen om anders niet in te grote problemen te komen. En we gaan kijken de komende week wat er allemaal mogelijk is. Ja, je zegt het al, van er moest gewonnen worden na vier nederlagen. Stuivertje gewisseld nu meer met NSC. Wat dat betreft weer eventjes de druk van onder is weg. Die druk die blijft de komende weken. Daar kun je echt wel rekening mee houden. Dus we moeten punten pakken. Maar dan de spelers, want het is Enes waarschijnlijk geschorst volgende week, heeft ze 5e gele kaart. Het puzzelen aan de linkerzijde met verdediging begint, Lucas, morgen al? Nou, ik ben ervan overtuigd, ja, dat begon al na de wedstrijd voor ons als staf. Maar ik ben ervan overtuigd, op volgende week hebben we weer 15 man en dan gaan we weer doen. Ja, met een aantal spelers van het tweede erbij, hè? In ieder geval Rick Stokvis. Die blijft erbij natuurlijk. Zeker ook gezien zijn prestatie vandaag. En we zullen inderdaad 1 of 2 jongens van tweede erbij moeten hebben. Ja, volgende week SCC Putten, inhaalwedstrijd. Putten speelt vandaag 0-0, meen ik. Hoe kijk je naar die wedstrijd toe? Ja, moeilijk te zeggen. Putten heeft natuurlijk ambities voor het kampioenschap gehad. Dat hebben ze min of meer in de media ook al gezegd. Dat ze
dat niet meer zien zitten, de achterstand ook te groot is. Maar dat, dat is een ploeg met goede spelers. En die kunnen een goed partijtje voetbal spelen. Dus ook volgende week moeten wij weer er alles aan doen om de punten naar de Nusspeet mee te nemen. Oké, nou daar vertrouwen we dan op. Maar nog één vraagje. Die wedstrijd, die andere wedstrijd, Zuidvogels tegen NSC vandaag, 11 tegen 1. Nusspeet verliest vorige week met 3-0 van NSC. Ik ben er niet bij geweest bij Zuidvogels Nijkerk vandaag, dus daar weet ik bijna van verder. Ja, maar 11-1, zo'n uitslag daar, dat geeft toch wel te denken, of niet? Ik ben er niet bij geweest, dus wat moet ik ervan denken? Natuurlijk heb ik er wel een gedachte over, maar ik kan er helemaal naast zitten. Ik denk dat de ruststand 5-1 was en dat Nijkerk het helemaal heeft laten lopen de tweede helft. Laten we het dan maar daarbij laten. Dankjewel Lucas. Succes volgende week. Dat was het vandaag vanaf de Wildzang waar Nunspeet de broodnodige punten weer pakte. En dat tegen Olympia uit Gouda 3-1 met twee prachtige goals van Max Jansen.